Maar daar gaan we zo hoor. Hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Ja, ik ben een beetje laat, maar ja, dat heeft zo zijn reden. Ik ben boven het werk geweest. En toen kon ik achter Rijka weer aanvliegen. Die heeft weer wat overgegeven. Ja, dat heb je nou ook met kinderen. En dat heb je ook met dieren. En dat heb je ook alles met jezelf. Ik denk door het weer en dat ze gisteren met zeewater heb gedronken. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat is er weer uit wat eruit moest. En laten we hopen dat het hierbij blijft. Maar ik moest wel schoonmaken. Maar wat denk je? Elwing, die liet mij niet doorgaan. Gaat ze bovenaan op de trap. In de bocht. Gaat de dame op de kont op de trap zitten. Dat ik op geen kant op. Ja, weer terug naar boven verder. Maar ik moest naar beneden. Want Rijka was al beneden. En die moest naar buiten. Want ik wist dat ze moest overgeven. Ja, lekker is dat, hè? Maar ja, in ieder geval. Lekker praatje weer zo op de vroege middag. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, van uiteraard Corinne en de Beestenbond. Maar in ieder geval, het maakt er allemaal niet uit. We gaan gewoon vrolijk door. En ik zie Karen denk ik alleen nog maar vanavond eventjes, als ik er op tijd ben. Want ze gaat met nog twee anderen op een speedboot het water op. Nou, zeg liever dan ik. Maar 17:15 ongeveer is het opstappen. En ik weet gelukkig waar het is. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik om 17:30 ben. En dan ga ik gewoon op de booster heen. En ik moet zometeen ook nog boodschappen doen. Dus ja, nog een druk middagje. En ik ga eerst de meisjes even uitlaten. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag, maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, dat ben ik weer eventjes. Ja, het is nog steeds prachtig mooi weer, maar waar het door is gekomen, ik weet het niet. Maar ik voel een knak in mijn nek en daardoor heb ik nou hoofdpijn. Niet leuk, ik had het niet. Maar dat neemt niet weg dat ik wel boodschappen ga doen. En ja, voor de rest, ik moet om 17:30 op de Oude Rijkswerf wezen, zonder de dames. Ja, en ik hoop dat ik het allemaal redden ga. Want Karin die stapt dan daar op een bootje, een speedbootje geloof ik, wat ze verteld heeft. Dan neem ik jullie mee, maar dan hiermee. Ja, dit is mijn mobiel. Dus ja, helemaal goed. Dus, komt helemaal goed. Dus ja, dan laat ik beter me inzoomen dan met deze nieuwe camera. Ik kan wel wat inzoomen, maar niet zo ver dan met mijn mobiel. Daar kan ik echt ver mee inzoomen. Dus ja, we zullen het beleven vanavond. Voor die tijd kom ik nog wel een keer terug, denk ik. Want ik heb ook een pakketje voor mijn buurman aangenomen, mijn lieftallige buurman. Maar ja, die is helaas niet thuis. Die hek weg horen gaan. Dus ja, waar naartoe? Ja, dat weet ik ook niet. Dat ga ik niet navragen van, hé, waar ga je naartoe? Nee, dat gaat mij niks aan, weet je? Maar dat doe je gewoon als buren zijnde. Je neemt elkaars pakketje aan als je niet thuis bent. En dan krijg je het netjes later op de dag krijg je het bezorgd. Of je kunt het komen halen. Ja, nou. En ook ik blijf niet thuis nou, ik ga dus boodschappen doen en hij merkt het vanzelf wel. Ik geef hem wel een brul als ik hem thuis hoor of zie, van ik heb een pakketje voor je. Ja, en anders dan roep ik hem wel even. Komt allemaal goed, dus lieve vrienden, geniet verder van je dag en doe het met een glimlach naar iedereen toe. Ja, dan maak je ook een ander blij en jezelf, ja. Dus, ik zou zeggen, geniet ze. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis van boodschappen doen. En ik weet het niet wat iedereen loopt te klagen van dat alles zo duur is. Maar ik heb twee zakken kattengrit, ken ik jullie nou niet laten zien. Ik heb er ook geen fut in.
Die staan in de schuur, zet ik altijd in de schuur, zodat de huishoudelijke hulp, in dit geval nu Claudia, want die komt maandag weer zoals dat nu voorstaat, die neemt ze dan mee uit de schuur vandaan. Die geef ik altijd een appje van, schat, er staan weer twee zakken kattengit in de schuur. Dus ja, dat en... er komt niemand, er is niemand, ik weet het allemaal niet, ik hoor niks. Karin hoor ik, geloof ik. Maar in ieder geval, ik heb een boodschap gedaan. En ik vertel jullie dit keer... Nou, klaar! Er is niks! Ja. Nou, ik ga niet eens iets zeggen, maar ik laat jullie even kijken. Dat zijn mijn boodschappen en iedereen klaagt maar dat het zo duur is. Maar ik was... Ja, oké, okay, ik moet nog brood halen. Maar dat is ook niet duur. Ik was nu €33,44 kwijt voor die tassel en twee zakken kattengrit. Dus dat vind ik niet duur, maar wie ben ik? Daarom zeg ik, ik moet enkel nog brood halen. Nou, dat zijn twee zakken voor €1,50. Dus ja, wat wil je nou? Dus... Ja, dat haal ik morgen of zo nog wel, maar het komt allemaal goed. Karin die is... Hi! Ja, helemaal blij ben ik eventjes dat ze er is. Ja, zie ik er ook nog eens een keer. Dus ja, dat was... Dan kom ik ook weer eens keertje op weer de vlog bij vandaag. Ja, daarom. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet ook weer met ons mee. Ja, daar zijn we weer. Het is nou weer rust. Ik had jullie er net die tas vol met boodschappen laten zien. Er zit nou enkel nog frisdrank in. Nog bak- en braadspul zit er nog in. Maar daar ben ik niet aan toegekomen om dat op te ruimen. En dat frisdrank, nou ja, dat is mijn ginger ale. Ja, ginger ale, weet ik veel. Dat zat er nog in. Maar ja, er zitten nou nog twee flessen ervan in. Al met al, ja... Heeft mij dat €34 gekost? Vind ik zelf niet duur, maar ja, wie ben ik? Heb ik zelfs dingen gekocht? Normaal niet koop. Dat is een heel klein blikje. Met mais. Dat is een heel klein blikje. Met dorpetjes en worteltjes. Dat is een blikje ham. Ik ben altijd langwerpige met ronde hoeken was ik gewend. Maar nou is het dit dus. Heb ik. Ik heb een blikje mandarijnen gekocht. En een blikje met ananas heb ik gekocht. Het zijn wel schijfjes, geloof ik. Ja, ananas schijven. Maar die kan ik zelf ook in stukjes doen. En dan denk je bij jezelf, waar heb je dat voor nodig? Nou, ik wil morgen, en dan neem ik jullie gewoon in mee hier in de keuken, ga ik een macaroni salade maken. Ja, en maak ik in ieder geval zodanig genoeg dat ik desnoods ook in kan vriezen. Ja. En ik vind het overheerlijk en ik heb het meer dan een jaar geloof ik niet meer gehad. Dus dat mag wel weer eens een keer. Maar oké, Karin die heeft me even met het een en het ander geholpen met deze camera. Dus ja, daar ben ik ook haar weer heel erg dankbaar voor. En ja, het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja, dus het komt allemaal altijd wel weer goed. Ik ben er heel dankbaar weer voor en het komt allemaal gewoon goed. Ja, ik ben er blij mee dat ze me weer even wat wijzer heeft gemaakt. Want ja, dat onderstel, die tripod, was al gekoppeld aan de camera. Maar, waar was die weer afgesprongen? Want ook daar haal ik hem op, dat weet ik pertinent zeker. Maar dan was die weer afgesprongen door weet ik voor wat voor redenen, wat hij maar verzinnen kan. Van de Bluetooth was die af. Ja, daar ga ik hem wel op, weet je. Dus ja. Ook weet ik hoe ik bij de tripod in moet zoomen en uit moet zoomen, et cetera. Dus ja. En de rest, ja, daar gaan we weer een beetje bij leren, hè. Ja, komt helemaal goed. Ik
Ik heb nog steeds het pakket van mijn buurman hier. Ook dat heb ik nog. Ik ga weer even de rest van de boodschappen opruimen. Ik kan Dolf eventjes een snoepje geven en opnieuw eten. En de meisjes even wat lekkers geven. Want ook hun verdienen wel eens wat lekkers. En dan zien we wel weer hoe laat het is. Want ja, ik moet om... Wat is dat nou weer? Oh. Nou. Om 17:30, dus op de Oude Rijkswerf wezen, mijn achtertuintje, zeg ik altijd. Maar nou niet naar dat water toe waar de meisjes zwemmen, want ik ga op mijn booster. Ik ga nu heen naar de brug over, maar helemaal naar het einde. Rijd ik helemaal rechtdoor. Dan heen aan de linkerkant, heen daar een groen houten gebouw staan. En daar, met een terrasje erbij, daar kun je koffie drinken, bla 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 bla. Dus daar ga ik helemaal naartoe. Daar stopt Karin op een of andere speedboat. Met nog meer. En dat krijgen ze cadeau van de baasin. Nou, helemaal toppie. En waarom cadeau? Nou, Karin die is zondag jaar geweest. En haar collega die is afgelopen woensdag jaar geweest. Dus ja, toch leuk dan om zoiets te krijgen van je baas. Ja. Ik zou zeggen, nee, dankjewel, want ik kom er niet op. Nee. Maar ja, ieder zijn en Karin die vindt het prachtig en schitterend. En ja, helemaal geweldig voor haar. Ik ben blij voor haar. Dus ik heb al gezegd, geniet ervan. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik ga eventjes wat nog in de koelkast moet opruimen. En dan ga ik de diertjes even verzorgen. En dan komt alles goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Blijf lachen, blijf plezier hebben in je leven. Want ja, je weet niet wat ons te wachten staat. Dus dat is gewoon afwachten. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. En lieve vrienden, ik ben mij weer aan het klaarmaken om naar de Oude Rijkswerf, mijn achtertuintje, te gaan. Om daar even te filmen. Dat is Karin op zo'n speedbootje met meerdere mensen erop weggaat. Dus ja, helemaal leuk, gezellig en we gaan ervan genieten. Dus ik zou zeggen, geniet lekker weer mee. Dat ding ga je. Als je nou een stukje naar voren rijdt en bij die andere brug. Ja, ik weet waar het is, maar komt goed hoor. Zit er maar niet over in. Ik weet precies wat ik doe.
Zo. Nou, dan ligt er hier zo'n oranje geval. En daar gaan ze dan op, watertaxi Den Helder. Ja, nou ik hoef er niet op. Echt niet nodig. Ik zou het niet eens niet durven. Nou, die gaan ze weg. En dan wordt het straks racen naar de dijk, want daar komen ze dan weer langs. En dan hoop ik dat we dat redden. Ja. Zo hé, dat lijkt het jacht van Willem en die Maxima wel. Kanonnen. Wat een kring. Mensen met geld. Echt wel. Heb niet. Nou, ze staan daar nog te praten. Want ja, de schipper zelf. Die is daar ook. Oh, daar komen ze aan. Dus ja, nou. Ik ga even omdraaien. Goedemiddag. Sta je wel maar u op de dijk? Is goed, schat. Nou, Karen die is aan boord. Ilona is aan boord. Ook haar kinderen gaan mee. En het laatste, dat is ook een familielid, maar ik weet me hooggeblazen nog niet hoe ze heet. Ja. Nou, veel plezier! Nou, ik vlieg zo vast. Nou, lieve vrienden, we zijn al op de dijk aanbeland. En zoals jullie zien gaat daar alweer een bootje. Maar Karin, waar de Karin in zit, ja, Joost mag het weten, maar die is er nog niet hoor. Nee, echt niet. Ze moeten toch hier al langskomen, zo meteen, erg vandaan. Somewhere. Ik weet alleen nog niet waar ze vandaan komen. Het kan hier al, ja, ik weet niet hoe dat allemaal loopt. We gaan daar eens even naartoe. Thank you.
blij dat ik met de booster hier niet naartoe ben gegaan. Want... Kijk eens, het is mooi. Even naar de uitstrooiplek gelijk. Van mijn mannetje en mijn schoonmoeder. Nou toch. Dat was hier. Dat was hier, zo op deze plek. Ding. Moeten ze daar omheen vandaan komen? Ik had het zo verwacht. We zitten met de sluis, hè? Hij gaat knap scheef. Hij gaat knap scheef. Nou, door die. Hij wil niet inzoomen. Maak dan maar weer uit. Nou valt het weer mee. En hij gaat naar binnen. Nou, hij weer het uit. Doe het lang. Ik doe jullie weer even uit. Thank you.
gaan ze? Waar zijn ze? Dan moet ik ze zoeken. Ja hoor! Daar gaan we zo hoor. Ja, ja. Nou, dan gaan we weer terug naar de booster. En dan hoop ik dat ik ze straks weer even zie. Nou, dan film ik nog weer even. Nou zie ik echt helemaal niks meer hoor. Ik zit met de zon. Dus sorry lieve vrienden, maar we gaan eventjes die kant ook op. Bij de... Ik heb ze nog niet weer kunnen zien. Nog niet gevonden. Helaas, nog niet. Maar ja, dat ding, die dingen gaan ook zo keihard snel. Net zo goed lezen ze voorbij het strand zijn gegaan. Ja, nou, en daar kan ik natuurlijk niet bij komen. We gaan tot aan het strand en verder niet. Dus ja, laat het hopen dat we ze zien. En anders neem ik gewoon dezelfde weg weer terug. Wie weet. Ja, je weet me nooit. Ik zie daar verderop, zie ik wat liggen, maar ik weet niet wat dat is. Dus ik ga even één proberen te zoomen. Lilla. Zie ik wat is daar maar naartoe. Dat zie ik niet, ik zie helemaal niks. Diep kijken. Ja, ik rij verder, lieve vrienden. Dan merken we het vanzelf wel. Nou, allemaal speedbootjes komen er terug. Maar ik zie geen oranje ertussen. Totaal geen oranje, want dat zie je vanaf de verte dat het oranje is. Allemaal speedbootjes. Maar ik denk dat ze daar aan de overkant zitten of zo. Dit is ook geen oranje. Die ook niet. Ook een donkere. Daarom. En ze zouden goed een uur, anderhalf uur weg blijven, zover ik begrepen heb. Nou, dus ik zoom weer even wat uit. Nou ja. Ze komen vanzelf ook wel weer terug. Maar dan gaan we niet op wachten. Nee. Ken je nog twee lieve dames thuis? Ja, daar komt er ook nog eentje. Het is druk op zee, hè? Dat is een rode. En dat is een kleintje.
En wij moeten een grote hebben. Ja, er ligt er nog wel iets. Want dat is altijd het zeehondeneilandje wat daar verderop ligt. Nou ja, okie dokie. Ik draai om en ik ga weer naar de uitkijkpunten. Daar ga ik weer naar huis toe. Vind ik zat. Ja. Helemaal zat. Tot straks. Rijka, hé schatje. Rijka, hé meisje, lekker buiten. Is zo lekker kind. Ja, hé. Oh, wat lekker, schatje. Till the end of time, by your side.